Vandaag 50 Crate Elevation. Daar heb ik 50 keys remaining voor. Mijn naam is Kevin, welkom bij deze nieuwe video. Het is alweer een tijdje geleden dat ik wat geüpload heb, I know. En 3, 2, yeet! Vandaag gaan we 50 crates openen. En in de hoop dat ik iets goeds krijg en geen muddy. We gaan natuurlijk voor die solar flare of een wet paint of een andere mystery decal. Ik hoop natuurlijk wel een mainframe. Zo heet die. Maar vandaag dus crate opening. Ik ga ook gelijk een beetje uitleggen waarom ik zo weinig heb geüpload. Kort samengevat, ik ben gewoon de laatste tijd best wel druk geweest met van allerlei dingen. En dan krijg je een yellow stickerbom. Maar ja, mocht je mij nog niet volgen op Twitch, mijn Twitch staat in de beschrijving. En een lagspike, dus dat is een painted discotheek. Hallo meneer de lagspike, hoe is het met jou? Je gaat toch niet zeggen dat het is wat ik denk? Het is wat ik denk. Dit is een titanium white discotheek, het beste wat we tot nu toe gehad hebben. Even kijken of Rocket League mij nog mag een beetje. Ik kreeg wel lagspike trouwens op die muddy, maar het is een rare. Binnenkort komen trouwens weer wat CSGO video's, wil ik gaan fixen. Iets meer Rocket League, één import. En misschien Twitch highlights, als dat leuk lijkt. Moet je eventjes in de comments achterlaten of jij het leuk vindt als je Twitch highlights gaat zien. Goed, nog één crate en dan even kijken of ik rares kan trade-uppen. Want ik heb er nou wel een aantal gehad. Sowieso die white discotheek ga ik houden. Oh, doe het me niet aan. Ze zijn black. Not bad. Gaan we ook nog iets goeds krijgen? Zou leuk zijn. What the fuck? Is het dubbel paint weekend ofzo? Of... Rocket League heeft volgens mij een dubbel paint weekend. Want volgens mij... Ja, ik kan het wel vragen, maar... Ik heb geen zin in. Weet je, ik ga het gewoon doen. Nog twee crates, daarna een trade-upje. Want ja, trade-ups zijn leuk. Door in 50 crates is de kans op een mystery decal toch wel zeker aanwezig. Of niet? Het zijn gewoon honden. Wel exotics. Niet klaar, Kevin. Oh, wacht hier. Hallo. Jeet. Die zijn grey. Deze, titanium white, is leuk, pik. Is leuk. Black spike op een discotheek. Zeg alsjeblieft dat hij geel is. Hij is sky blue. Certified. Nice. Not bad at all. Geen gelukkige sterretjes. Want die zijn niet zo gelukkig. Ik heb al meer dan de helft er doorheen. We hebben enkel wielen gehad die painted zijn. Meer ook gewoon niet. Want Rocket League mag mij niet ofzo. Gurnuts. Mijn eerste setje die ik zelf pack. Flag certified. Waarom niet? Striker. Jeet niet. Goed, er is dus een trade-up mogelijk. Maar die ga ik als allerlaatste doen. Gewoon puur omdat dat leuker is. 10 bagger items incoming. Ik ga dat niet zeggen. Even afkloppen. Misschien krijg ik een mystery decal. Misschien niet. Wie weet het. Dit is geen mystery decal. Psyonix. Dit is geen mystery decal. Psyonix. Psyonix. Why you do this to me, man? You're my friend. My friend should give me good stuff. Why you no go to Russian? Russian crate. Niet goed. Dat zou wel mooi zijn. Als je niks goeds kreeg uit de crate, dat Psyonix je geld automatisch teruggaf. Dan wil ik geen dino hebben. Dinosaurus. Dinosaurus! Oeh, deze is moeilijk. Ik denk de purple. Ja. Yeet. Paint Nimbus. Oh! Titanium White Nimbus! Let's go! Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Dit is wat we gehad hebben. Ole is boos. Bedankt voor het kijken. Smash even op die like. Volg me even op Twitch. Abonneer. En dan zie ik jullie de volgende keer. Hey, dat gaat hem worden voor de outro. Later mensen.